We zijn in Weimar aangekomen en we gaan nu even de stad in, even een eerste indruk opdoen, kijken waar alles is. En misschien ga ik even kijken waar Fred met de vleugel staat, die wordt daar geïnstalleerd. Dus misschien zien we hem nog. Dit is het Frans Liszt-huis. Helaas mag ik geen filmpje maken binnen. Dus we kunnen alleen even kijken aan de buitenkant. Hé, wat hangt daar in de boom? Bladmuziek. Het Liszt-huis ligt aan de rand van het park. In 1842 is Liszt in Weimar ter gelegenheid van het huwelijk van de groothertog. En vervolgens wordt hij tot hofkapelmeester van Weimar benoemd. Weimar is in die dagen een geliefde stad voor kunstenaars, schrijvers en muzici, omdat de groothertog dol is op cultuur. Van 1848 tot 1858 legt Liszt zich vooral toe op het uitvoeren van opera's van zijn vriendencomponisten Wagner, Berlioz, Cornelius. Maar het is ook in deze tijd dat de definitieve versie van de Etudes d'Execution Transcendante wordt afgerond. In 1861 neemt Liszt ontslag, maar is vanaf 1869 weer regelmatig in Weimar te vinden in het Liszt-huis. Deze veer draagt het gewicht van de hele bovenarm, waardoor dit opstoten, de ontsnapper, wat ontsnapt, kan je hier instellen. Onder vandaan, vlak voordat dit is dan de snaar raakt, moet die weg zijn.